Welkom bij de Digitale Sterrenwacht. Ik ben Joanna. Wat zijn de vooruitzichten tot eind maart in West-Europa? Vanaf deze week staan er 3 planeten dicht bij elkaar in de buurt. De maan komt langs en Venus wordt de komende weken steeds beter te zien. De maan staat deze dagen dicht bij de aarde, ook wel supermaan genoemd. Ook als de volle maan afneemt na laatste kwartier, staat ze nog relatief dichtbij. Kijk eens met een verrekijker naar de maan om kraters te zien. 'S Ochtends vroeg is er de komende weken iets bijzonders te zien. 3 planeten die dicht bij elkaar staan. Saturnus, Jupiter en Mars zijn de rest van maart samen zichtbaar aan de ochtendhemel, tot aan zonsopgang. Jupiter is de felste van de 3. Mars is te herkennen aan een roodbruine kleur. Op 18 maart is er een verrassing. De maan komt langs en is dan te zien rechts onder Jupiter en Mars. Heel bijzonder, want zo'n samenstand is er niet vaak. Dus ga dat zien! Na zonsondergang is Venus in het westen zichtbaar. Makkelijk te vinden. Kijk na zonsondergang in de richting van het lichte deel van de lucht, het westen. Daar staat Venus te stralen. Elke dag wordt hij, of zij, een fractie helderder. En Venus is de rest van de maanden maart en april goed te zien als het helderste stipje aan de hemel. Elke avond tot na 22:30. Venus is zo fel dat hij vaak voor UFO wordt aangezien. Venus klimt steeds verder aan de avondhemel en wordt steeds iets feller tot in mei. Pas dan zakt Venus weer onder de horizon. Als je vragen of opmerkingen hebt, plaats een comment. Dat was het. Heel veel kijkplezier! Volgende keer iets heel bijzonders te zien op 3 april.